Zo. Nou, ga ik een stukje opschuiven. Ja, wil je het zien? En dan leg ik hem eruit. Schoffel ik eerst het ergste weg en dan de restjes daaronder. En dan krijg je echt last van de knieën, het is, omdat het zoveel is. Ja, ik krijg best wel last van de knieën. Nou, met schoffel moet ik ook oppassen dat je niet van die boompje raakt en zo. Dat heb ik ook niet gedaan, dus dan doe ik het ook met zo'n klein dingetje. Een handschoteltje. Echt fijn hoor. Nou, even zo'n emmertje even leven. Het is echt helemaal schoon hieronder, echt helemaal schoon. Best wel leuk om onkruid mee te werken, vind ik echt heerlijk. Ik noem het ook vaak als onkruid bij planten staan, diefjes. Die planten vinden het natuurlijk helemaal niet leuk dat er onkruid is. Dus dan noem ik het dieven. Want ja, die onkruid die staat de boompjes helemaal in de weg. Zie je planten, dus die geef ik dan een naam. Dus onkruid bij de planten staan en zo, dus dan, dan moet het gewoon zo snel mogelijk opgeruimd worden. Dus ja. Dus ja, vandaar dat ik het dieven noem. Ja. Dus ja. Eigenlijk een beetje, onkruid is een beetje, planten zijn eigenlijk ook mensen, hè? Wist je dat? Planten zijn ook mensen. Die hebben ook voeding en water en, enzovoort. Dus net zoals wij ook. Wij als mensen ook. Dus planten ook. Alleen als er onkruid groeit, dan vinden planten helemaal niet leuk natuurlijk. Want zijn het gewoon ondeugende dingetjes. Ja, dat vinden de planten natuurlijk niet leuk. Net zoals wij. Hè? Wij, bijvoorbeeld, ruzie maken, dat vinden we natuurlijk ook niet leuk. Dus de planten vinden dat natuurlijk ook niet leuk. Dus die planten die roepen dan van, help, ik heb onkruid, ik wil dat niet. Dus, dan houden we dat gewoon weg. Nou, de planten die zijn... Die zijn er hartstikke blij mee als het allemaal weg is. Dus, dat was hem.